In het filmpje vertelt de jongen over een lijst van mensen die dood moeten. Iedereen op de lijst gaat eraan. Hij weet precies hoe hij dat gaat doen. De een steekt hij in brand, een ander schiet hij dood. De politie neemt het dreigfilmpje uiterst serieus. We hebben een onderzoek gedaan in zijn ouderlijke woning. Daarbij is het wapen gevonden waarmee hij op het filmpje staat. En dat blijkt een speelgoedwapen te zijn. En is daarmee de zaak al snel klaar? Nee, want anders gaat hij nu nog niet vastzitten. Er wordt nader onderzoek gedaan naar wat die bedreigingen nou precies inhouden of inhielden en wat hij daarna mee voor had. Het is nog onduidelijk hoe lang de jongen blijft vastzitten.